In de staatsboswachterij Het Speulder en Sprielderbos op de Veluwe werd tijdens een landelijke bosbouwdag onder meer bedrijfsgymnastiek voor houthakkers gedemonstreerd. Deze schijnbewegingen hebben voornamelijk ten doel het uithoudingsvermogen van de bosarbeiders te vergroten. Er werd op deze dag ook echt gewerkt. De motorkettingzaag stelt één man in staat om in zeer korte tijd een boom te vellen. Schaarste aan bosarbeiders maakt de invoering van rationele werkmethoden noodzakelijk. Vroeger waren voor het opladen van boomstammen verschillende arbeiders nodig. De techniek heeft dat veranderd. Kleine stammen worden tegenwoordig op simpele wijze met staalband gebundeld. En daarna is het verladen bijzonder gemakkelijk. Voor de snelle verwijdering van struiken en laag hout beschikt men thans over een ingenieus snijapparaat dat het werk van de bosarbeiders belangrijk verlicht. Zo dringt de techniek ook in de bossen steeds dieper door. Handenarbeid is ook al niet meer nodig bij de acties die dienen om de grond te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de ontzuring door middel van kalk, die nu geschiet met behulp van krachtige machinale verstuivers.